zijn net klaar met de podiumtraining en bij mij ging het hartstikke goed. Klaar met trainen. Kijk hoe groot. Wow, ik vind het echt heel cool om te doen. En het ging eigenlijk best wel goed. Dus ja, nu ben ik klaar. Ik heb me net omgekleed en ik ben hier nog even aan het kijken. En als je heel goed kijkt, zie je dat Sanne daar zo, die gaat nu naar brug toe. Nou, die is nu, gaat nu naar brug toe. En ik ben met Etora aan het groepje geweest en nog met allemaal anderen. Ik vond het echt heel leuk. En morgen mag ik weer, maar dan mag ik in hal 1 en daar ga ik gewoon alle toestellen doen. En daar heb ik ook wel veel zin in. Dus dan zie ik jullie morgen weer. Doei! Kijk. Vrijdag en we zitten met z'n allen in de auto. Josie, yeah. Roos en Meerte. En we rijden nu voor dag 2 naar de Ahoy toe. En vandaag hebben we podiumtraining in hal 1. En ik heb er heel veel zin in. En hebben jullie ook zin in? Yay! Yeah. Yeah. Dus let's go! We zijn net klaar met de podiumtraining en bij mij ging het hartstikke goed. Hoe ging het bij jullie? Goed. Bij mij ging ook alles goed eigenlijk. Ja? Nou, top. En daarachter is de brug. Daar staat mijn toptrainster. Daar zo. En daar is de balk. Daar staat nu iemand bijna eraf te vallen. En daar is de vloer. En de sprong, waar staat die? Die staat daar. Nee, meer. Oh, daar zo. Kijk daar zo. Daar staat de sprong. En ja... Dit was alweer de vrijdag. En morgen heb ik mijn wedstrijd en ik heb er zin in. Dus dan zie ik jullie morgen weer. Doei! Hoi, het is nu zaterdag en ik heb nu de wedstrijd en ik sta in de hal. Haartjes gedaan, pakje aan. En ja, en net heel leuk nieuws, want Ines is weer Nederlands kampioen geworden. Dus ik ben super trots op haar. En nou, ik heb dus niet mijn NK, want die heb ik al gehad. En ik heb nu dus de Ahoy Cup. En ik kan me voor de toestellen nog plaatsen voor in het Sportpaleis. Dat is waar ik donderdag zat. En ik heb nu in ieder geval een brug, dus ik ga ook nog voor vloer. En balk heb ik liever niet, want dat is eng. En dan sta ik daar zo. Dus ja, ik heb er heel veel zin in.
amateurs, beste trainers, beste juryleden. Heel hartelijk welkom in hal 1 voor deze wedstrijd. Als jullie in ieder geval richting het publiek even willen draaien. En dat kan zowel naar de voorkant, maar we hebben ook aan de achterkant waar we mensen zitten. Dus daar waar jullie supporters zitten, draai je even in de richting van hen. Want namens de Landelijke Technische Commissie Turnen en de Nederlandse, of de Nederlandse Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Heel hartelijk welkom. Met nummer 157 van Boza Turn Academie Dona Den Haag, Kim Sunter. Ik ben net klaar met de wedstrijd en ik sta hier naast Lieke. En heb je ook nog wedstrijd of iets? Nee, ik doe vandaag niet mee. Maar hoe ging het bij jou? Nou, bij mij ging het heel goed. Ja? Ja. Hoeveelste ben je geworden? Zesde. En ik zat tussen de senioren. Dus daar was ik heel blij mee. Dat was zeker. Ja. Ja. Nou, precies. Dankjewel. Doei! Mijn wedstrijd is al een tijdje afgelopen. En ik ben nu aan het kijken bij de senioren. En ik vind het echt super cool. En mijn dag is echt helemaal geslaagd. Want ik heb 3 toestelfinales, dus ik mag morgen daar mijn brug doen. Ik weet niet waar die is, daar. Daar mijn vloer doen en daar ergens ook mijn bal doen. En daar heb ik heel veel zin in. Ik ben in totaal 60 geworden. En dat vind ik heel knap, want ik moest ook tegen de senioren. Van eerste divisie en van tweede divisie. En van de junioren ben ik in totaal eerst geworden. Sportpaleis, here I come! Hey!
Thank you.
met de wedstrijd en ik sta hier naast Sanne. En hoe ging het bij jou? Ja, ik heb vandaag brug en bank gedaan. En brug was een beetje een struggle, dus dat moest ik echt vechten om die oefening door te doen. Ja, bij mij ook, maar ja. Mijn bank was weer was van bood, dus dat was ik al tevreden. Top. Bedankt. Doei. Yes. Naast Tisha, en hoe ging het bij jou? Het ging supergoed, twee keer eerste. Woehoe! Dankjewel, doei! Ik sta hier naast Marieke van Egmond, en hoe ging het? Ja, het ging helemaal goed en ik ben tweede op vloer geworden. Goed zo! En ik ben uiteindelijk tweede op balk en tweede op vloer. En daar ben ik heel blij mee. En dit was echt een superleuk weekend met allerlei leuke dingen en dat zeg maar. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!